dan? En na de corona zijn we begonnen, dus als ik dan het woord met jullie gedeeld heb in het boek Rut, waarop het advies constant is van, hè, zorg dat we dicht bij Boas zijn, dicht bij zijn maaiers, maaiers zijn, op de akker van Boas zijn, dat we het voedsel zoeken dicht bij de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus het zelf is, of Boas in dit geval, maar dat het een type is van de Heer Jezus zelf, dat degene is die dus u uitnodigt van, hè, kom en eet hier en doop je brood in de wijn. De Heer Jezus heeft ons ook vanochtend weer uitgenodigd van, eet het brood en drink van de wijn. Deel aan mij. Het is mijn lichaam en mijn bloed wat ik voor jullie vergoten heb. Maar er is een tegenstander. Er is een tegenstander die u probeert te beroven van de zegen. U bent gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, zegt Efeze. En er is een tegenstander die niets anders wil dan u die zegen wegnemen. Je bent een kind van God, je bent gekocht, je bent betaald. Je hebt het offer aanvaard van de Heer Jezus, we zijn allemaal kinderen van God. We mogen ook leven vanuit die zegen die ons beloofd is in het woord van God. Alleen, er is er één die niet wil dat we die zegen in die zegen gaan staan. En dat de dief komt om te stelen, te roven, uiteen te drijven en hij probeert die zegen die we hebben in de Heer Jezus te roven. En als voorbeeld hebben we daar in Richteren, komen we daar een aantal vijanden voor tegen en die eigenlijk ook voor in het geestelijk leven ook tegenkomen als vijanden die ons die zegen proberen te roven. We hebben vorige keer hebben we nagedacht over plunderaars. In Richteren 2 kom je ze tegen. Plunderaars die wilden gewoon zoveel mogelijk roven uit het land. Op een gegeven moment zien we ook bij de Israëlieten dat ze geen zwaarden meer hadden, geen speren meer hadden om de vijand tegemoet te treden. Maar zo kunnen er op dit moment ook rovers en plunderaars in ons leven zijn. Pak maar feiten als de opname. Praat er liever niet over, want het geeft misschien te veel discussie. Israël geeft misschien ook heel veel moeite en discussie over hoe je daarin staat. Dus praat er maar liever niet over. Zo kunnen er talloze dingen zijn waarop we beter niet meer over kunnen praten. We laten het dicht, we laten het links liggen en we houden een hele kleine Bijbel over. Het Oude Testament, ja, het boek Richteren bijvoorbeeld alleen al, is al zo'n boek dat heel veel mensen, als je het leest op internet, ja, wat moet je met Richteren? Er worden handen afgehakt, er worden volkerenmoorden gepleegd, noem alles maar op. Laat het boek Richteren, maar waarom staat het in de Bijbel? Laat het maar weg. Terwijl ook dat voor ons weer een stuk is waarop we veel uit kunnen leren. Dus de plunderaars, en ik hoop dat jullie allemaal eens nagedacht van hebben van, ja, wat is er dan in mijn leven geplunderd? Wat ben ik kwijtgeraakt? En er is altijd weer een richter die je erop mag wijzen om het weer op te pakken en te gaan staan in de volle zegen die het woord van God heeft beloofd. Misschien is de opname van de gemeente of de komst van de Heer Jezus in dat geval wel weggeëpt uit je leven. Ik merk dat bij mij ook wel eens, dat het de ene keer wat meer op de voorgrond zit en de andere keer dan ebt het weer wat weg. Nee, hij heeft beloofd dat hij komt. We hebben het gezegd, het profetisch woord. Dus een lamp die schijnt op een duistere plaats. Ik raad u aan om er acht op te slaan. Totdat de morgenster op aanbreekt in uw hart. Dus als het weggeëpt is, sla de Bijbel weer open. Ga er eens kijken van, oh ja, dat is een belofte, dat is een belofte, dat is een belofte. Die mogen weer opstaan. Ga eens eerlijk kijken van, ja, wat zegt de Bijbel dan over Israël? Ik vond het laatst bij de bid stond ook. Toen hebben we, was het Anita die zei van, en Kees was ermee begonnen, van knielen om bij het bidden. En toen zei Anita van, in de Bijbel staat nergens dat we zomaar zitten als we de Heer aanbidden of bidden. Dat is voor mij weer een eye-opener om er toch eens dieper op te gaan. Is dat werkelijk zo? Dat is dan mijn vraag. Ik geloof hier wel volledig, maar ik wil het er ook graag bevestigd zien vanuit. Zeker doen. Maar dan denk ik van, ja, misschien is het wel ook wel iets wat we gewoon, ik wil daar niet wettisch in zijn, maar gewoon misschien hebben we laten liggen. En waarom zouden we het niet oppakken? Zo zijn er talloze dingen die misschien uit ons leven zijn geplunderd. Vandaag komen we een volk tegen die heel oud is. We zien het in Richteren, het derde hoofdstuk. En dan gaan we lezen vanaf vers 7 tot en met vers 11.
En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere, en zij vergaten de Heere hun God en dienden de Baals en de gewijde palen. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van Cushan Rishathaim, de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Cushan Rishathaim 8 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, en de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan die hen verlosse. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest van de Heere was op hem. En hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. En de Heere gaf Cushan Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand, zodat hij de overhand kreeg op Cushan Rishathaim. Toen had het land 40 jaar rust. En Otniel, de zoon van Kenas, stierf. We komen een heel oud volk tegen hier. De vijand is Mesopotamië. En Mesopotamië komt niet eens zo heel veel voor in de Bijbel. Als je het even googelt, zie je dat land niet eens zo veel voorkomen. De eerste keer dat we het tegenkomen, even een verwijstekst naar het Nieuwe Testament, is Handelingen hoofdstuk 7. Handelingen hoofdstuk 7. De reden van Stefanus, waarop hij dus Mesopotamië, Abraham wil ik natuurlijk naartoe tegenkomen. Handelingen 7, er staat vers 1. En de hoge priester zei, dit is de reden van Stefanus. Stefanus die dus zich moet gaan verklaren. En dan gaat hij daar een hele verhandeling vertellen over de hele geschiedenis. En wat uiteindelijk leidt dat hij ook gestenigd wordt. Maar goed, hij begint zo. Hij begint en de hoge priester zei, zijn deze dingen zo? En hij zei, dus Stefanus is dit, mannenbroeders en vaders, luister. De God ter heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. Daar hebben we dus een duiding waar dus Mesopotamië is. He, dus Abraham ging vanuit Ur der Chaldeeën naar Haran, naar het beloofde land. Dus voordat hij in Haran kwam, was hij in Mesopotamië. Dus Ur der Chaldeeën, dat lag in Mesopotamië. En in Mesopotamië, als je er op zoek naar gaat, daar kom je de rivieren de Eufraat en de Tigris tegen. Mesopotamië ligt in Irak. En ik weet nog goed dat Razak Avakti een keer een lezing had en zei wij komen uit het paradijs. Daar was het paradijs, in Mesopotamië. Nou goed, je komt die 4 rivieren in Genesis 2 tegen, waaronder ook Eufrat en de Tigris. Dus dat zijn de rivieren die al vanuit de schepping daar lopen. En mogelijk, we hebben daar geen bewijsvoering zozeer tegen, voordat het paradijs in die situatie gelegen heeft. Men zegt wel eens dat er in Jeruzalem een bron was, van waar die stromen gingen, en dat daar het paradijs tussen lag. Maar ja, dat is niet iets wat we vast kunnen stellen door feiten. Dus we moeten ook laten rusten. Maar het feit is wel dat dus Mesopotamië lag bij de Eufraat en bij de Tigris. De twee stromen. Daar lag ook Babel. Babel lag in dat gebied. Nou, wat wil dat nou zeggen? Mesopotamië betekent letterlijk twee stromen land. Dus het zijn die twee stromen van de Eufraat en de Tigris die daar doorheen lopen. Zo zijn er ook twee stromen waar vakantie op kan. Je kan kiezen om de Satan te volgen en je kan kiezen om de Heer Jezus te volgen. Het zijn twee stromen. Zoals het ook in Babel. Zeer religieus. En het was met Abraham natuurlijk in feite al zo. Hij kon kiezen. En verlaat je land, je familiekring en ga naar het beloofde land. Hij had ook daar een keuze in kunnen maken van nou, ik blijf lekker zitten waar ik zit en ik heb het hier goed. Twee stromen. Twee keuzes. Wat is nou, Mesopotamië is het beeld van de wereld. Beeld van de wereld. Beeld van in principe als je naar een ongeloof hebt in de wereld, die kan twee stromen. Je kunt dus kiezen voor de Heer en kiezen voor tegen de Heer. Daar zit in feite al in. En dat is ook de vijand vandaag. De vijand die hier tegenkomen is een beeld van de wereld. En dat is de vijand die onze zegen probeert te roven, kan onder andere de wereld zijn die aan ons trekt. De wereld die
Satan wil je niets liever dan terugzuigen in die wereld. Want dan is de zegen weg. Dan ebt dat weg en dan ga je mee. Je wordt gelijkvormig aan deze wereld. En je gaat erin mee. En de zegen voor ons als christenen is weg. Je kan niet meer tot zegen zijn voor die anderen. Want wat heb je te bieden als je zelf niks meer hebt? In de eerste plaats ben je misschien al leeg geplunderd door de plunderaars. En dan kom je in de tweede plaats ook nog de wereld eroverheen. En je bent helemaal niks meer. Ik ben zelf in een boekje bezig over Daniël. En wat ik zo bijzonder vond aan Daniël, want wat is nou het antwoord voor ons om die wereld ten strijde te trekken? Wat moeten we dan doen om dat niet te hebben? Ja, niet wereldgelijkvormig te worden. Dat is in de eerste plaats denk ik het antwoord dat we moeten hebben. Maar wat mij dus trof, is als Daniël de eerste keer dat beeld uit moest leggen van koning Nebukadnezar, dat het gouden hoofd, al die metalen die zo naar beneden gaan, dat Nebukadnezar eiste van zijn waarzeggers, zijn geleerden, zijn tovenaars, hij eiste daarvan dat ze de droom vertelden met uitleg, en dat konden zij allemaal niet. Er was er één man, Daniël. Het eerste wat hij doet is, hij roept zijn drie vrienden bij elkaar en heeft een bidstond. Hij gaat in gebed, dat is het eerste wat hij doet. Dan hebben ze waarschijnlijk de nacht door gebeden. En dan komt hij de andere dag bij koning Nebukadnezar en dan legt hij daar die droom uit met zijn betekenis. En dan maakt koning Nebukadnezar hem enorm groot in zijn rijk. En dan verdeelt Daniël dat direct over zijn vrienden ook uit. Maar heeft Daniël een enorme positie gekregen? Je zou verwachten, tenminste dat was mijn bevinding dan, je zou eigenlijk verwachten dat hij in die positie zou zeggen, nou die tovenaars, die waarzeggerij, dat gaat allemaal tegen God in, laten we dat maar wegdoen, daar hebben we niks meer aan. Maar dat doet hij helemaal niet. Hij laat alles gewoon staan zoals het is. En hij doet dat niet, want later bij de tweede droom van Nebukadnezar, als hij dus die boom afgehouden wordt. En die dus met koperen kettingen vastgehouden wordt. En dat Nebukadnezar dus gelijk wordt aan de dieren. Daar zijn weer die waarzeggers en die tovenaars daar weer om ook die droom te kunnen uitleggen. Alleen die kunnen het ook niet. Daniël heeft daar dus toch die mensen laten zitten waar ze zitten. Alleen heeft hij zelf andere keuzes gemaakt. Hij was zelf iemand waarop je aan kon zien dat hij God volgde. Daarvoor heeft hij niet heel de poel voor moeten uitroeien. Hij was dusdanig aanstekelijk, misschien voor sommigen, voor de meesten daar ook weer niet, maar misschien voor sommigen was hij aanstekelijk genoeg om te willen hebben wat hij ook heeft. En ik denk dat dat ook voor ons vandaag, als we de wereld antwoord willen bieden, dat wij niet zozeer alles moeten uitroeien wat ze tegen God in doen, want daar bereik je eigenlijk alleen maar revolutie mee, denk ik. Alleen het feit is dat wij aanstekelijk moeten zijn, zodat die anderen zien in ons dat wij iets hebben wat of misschien meer waarde heeft als het de wereld te bieden heeft. En dat is ook iets wat Paulus doet. Paulus die staat op een gegeven moment op de Areopagus in Griekenland, in Athene. En daar heeft hij eerst al een rondje door die stad gelopen. En hij ziet dat het vol met afgodsbeelden staat. En dan gaat hij daar praten. En ja, voor die onbekende God, in Handelingen 17, voor die onbekende God, die kom ik prediken. Hij slaat daar niet al die andere tempeltjes stuk zozeer. Hij is ook niet bezig om die andere goden helemaal de grond in te boren. Nee, hij gaat praten voor die God die hij dient. En ik denk dat dat ook voor ons vandaag heel belangrijk is. Dat we gaan praten voor de God die ons dient. Er was een voorganger in Vlissingen. Die vond ik altijd heel treffend gezegd. En helaas hou ik altijd bij me. Er was een groepje mensen. Ik weet niet wat het voorbeeld is. Maar laten we het maar eventjes op. De markt. Op de markt. Maar ik denk dat het abortus was. Dat ze tegen waren. Zoiets. Maar ze waren ergens tegen. Laten we maar even. Ze waren ergens tegen. Dus die gemeenteleden kwamen bij die voorganger. En die zei van, we willen daar staan, maar we zijn tegen dit en dat willen we laten uit op de markt. Hij zei, ik doe niet mee. Hij zei, ik ga niet met jullie mee. Hij zei, ik ga alleen mee als we zeggen waar we voor zijn. Niet waar we tegen zijn. En ik denk wel, ja, dat is het. Want wat hebben we als we gaan roepen van, ja, ik ben daar tegen. Dan zeggen ze, nou ja, leuk voor jou dat je er tegen bent. Dat is jammer, maar je hebt nog steeds geen antwoord geboden op die man die of Piet tegengekomen is. Waar ben je voor? En ik denk, in de Bijbel zien we dat ook. In Paulus, hij was voor die onbekende God die hij predikte. Daniël, hij was voor die God die hij diende. Die diende hij ook. Ook hij, als het op een gegeven moment voor de leeuwenkuil gaat,
is het Daniel die wel gewoon op de knieën gaat, zijn God diende, en dat de tegenstand hem daarop vervolgens pakte, maakt niet, maar hij diende gewoon zijn God. En dat is het antwoord, denk ik, op de wereld. Als die vijand komt, dat we daar niet, dat we die wereld niet gaan de grond in gaan praten, maar we hebben iets beters te bieden. Degene die het antwoord in de tijd van de Israëlieten bracht, was Otniel. En Otniel betekent God is macht, of in hem is kracht. En Otniel was ook een bijzonder man. En Otniel die was getrouwd met Aksa, en dat was een dochter van Caleb. En Otniel, in een of andere plaats, Kirjat, nog iets, het staat ergens in Jozef, of in Richter 1, ik heb het niet bepaald. Arba. Kirjat, nee, niet Arba, want het is volgens mij Hebron, maar... Jearim heb je ook nog. Ik denk Jearim. Kirjat Sefer. Sefer, ja, goed. Want hij was dus die man die die stad overwon, en degene die stad overwon, die zou dus Aksa, de dochter van Caleb, tot vrouw krijgen. En die vrouw van Caleb, of die dochter van Caleb, Aksa, die was een godsdienstige vrouw. Want zij zag dat het belangrijk was om een vruchtbaar stuk grond te hebben, maar ook hoog en laag gelegen bronnen wilde hebben. Dus zij heeft op een gegeven moment naar de vader gegaan en gevraagd om hoog gelegen en laag gelegen bronnen te hebben, zodat ze het land vrucht was. En dat hooggelegen bronnen, dat kunnen voor ons zijn laaggelegen, dus in de aarde staande bronnen, zegenbronnen, waarop je in broeders en zusters zou dat kunnen zien. En de hooggelegen bronnen zijn de bronnen die in de hemel zijn. Dus wat we hebben, dat we alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten hebben. Dus hooggelegen en laaggelegen bronnen. Dat wilden zij hebben. En diezelfde Otniel is dan richter geworden. En hij richtte daar, en om over de koning van Mesopotamië, die uit te roeien. Wat was zijn wapen? De geest van de Heere was op hem. En dat was zijn wapen. Dat is ook ons wapen in de wereld. Door het geloof in de Heer Jezus Christus hebben we de Heilige Geest. Hier staat pas de geest van de Heere op hem, maar wij hebben zelfs de Heilige Geest in ons wonen. En ik denk dat dat het antwoord is. De Heilige Geest die ons in zijn kracht de dingen laat zeggen die voor de Heer Jezus zijn. In hem is kracht. In de Heer Jezus is kracht. Maar door de Heer Jezus is ook in ons persoonlijk, is die kracht aanwezig om Mesopotamië te verslaan en ons niet van de zegen te laten beroven die de wereld uit ons leven wil weghalen. Dus zo zijn we nou bij twee vijanden tegengekomen. Dus we hebben eerst de plunderaars gehad. Ik hoop dat u het echt nog eens even nadenkt ook van plunderaars, wat is er geplunderd? Maar ook het beeld van Mesopotamië, is die vijand in ons leven gekomen? Hoe komen we dan weer terug om wel in de volle zegen te staan, door in de kracht van God te gaan staan, door de Heilige Geest, en antwoorden te bieden op de wereld die net als Daniel en net als Paulus waren? Voor de Heer Jezus.
slechts nodig, Heere. Nee, u vraagt van mij niet veel. Boven alles te begeren, eeuwig blijven goede deel. Ja, het wordt door u gegeven, is de waarheid, geest en leven, is een lamp voor de voet, licht voor het pad dat wandelen moest. Vader, dank voor deze gave. Levensvoedsel, hemelbrood, koele drank om mij te laven, zielsverkwikking in de nood. Dank voor deze kracht der moeder, wijsheid Gods om op te voeden. Dank voor deze pelgrimstof, voor de steun die trots mij gaf. Trotse bergen zullen wijken, al wat zichtbaar is vergaan. Maar wat wankel mogen blijken, eeuwig blijft uw woord bestaan. Uw gedachten, wonderen, schatten, zijn door mensen niet te vatten. Maar uw geest leert ons verstaan. Heer,